De TomTom Trucker Navigatie werkt met speciale kaarten voor vrachtauto's. Daardoor bepaalt hij niet alleen de beste routes, maar worden bovendien verrassingen voorkomen. Als je op onbekend terrein of zonder vrachtwagennavigatie rijdt, je komt op een gegeven moment voor een viaduct te staan van 3,60 meter, ja, dan heb je gewoon een levensgroot probleem. Het vervoeren en plaatsen van speciale machines is een kolfje naar de hand van de mannen van Jan van Dam Machinetransport. Wij hebben zelf een grote diversiteit in materieel en dat omvat kraanwagens tot een capaciteit van 30.000 kilogram hefvermogen, semi-diepladers, diepladers, platte trailers, maar dan ook allemaal nog eens een keer uitgevoerd in gesloten uitvoering, zodat we onverpakte machines ook vrij van weersinvloeden kunnen transporteren. En het Sectorinstituut Transport en Logistiek denkt mee met ondernemers bij hun personeelsbeleid. Daarbij gaat het vooral om een gezonde inzetbaarheid van medewerkers. Vaak zie je dat bedrijven op lange termijn op bepaalde wijze hun onderneming leiden. En zelf ook vragen om een zieke terugkoppeling en coaching. Dit en meer deze week in RTL Transportwereld. RTL Transportwereld wordt mede mogelijk gemaakt door kruisinga.nl.